Robert, je wordt niet weggespeeld hier. En toch staat er 4-2 op het scorebord. Hoe kan dat nou? Nou ja, goed. Duidelijk verhaal. Je geeft ze wel heel erg makkelijk weg. En je maakt eigenlijk ook geen echte goals. Het was een toevallige goal. En een halve goal. Weinig echte kansen gecreëerd. Dus dat viel niet mee. En we liepen al heel snel achter de feiten aan dat we natuurlijk een goal een cadeau gaven. Ja, dat was zuur. Ja. Je zei al, dat gebeurt vaker, dat we goals cadeau doen. Nu gebeurt dat ook. Wat zie je dan in je ploeg gebeuren eigenlijk? Want het is al vrij snel in de wedstrijd. Nou, kijk, die tweede eroverheen, dat was even de tik. Grootste fout was in de organisatie, vond ik. We hadden iets afgesproken dat we meer naar hun linkerkant zouden kantelen. Maar of ze problemen hadden met links en rechts, ik weet het niet. Maar we kantelden meer naar hun rechterkant. En dat kregen we niet rechtgezet op de een of andere manier. Laat dan net die twee goals, waarvan de een natuurlijk een weggever was, van hun linkerkant komen. Dat is cruciaal. Dan moet je geluk hebben. Een mooie actie van Mart was een van de mooie voetballende acties wat een kans was. En een beetje opportun vanuit de spelvatting. Net voor rust hadden we er eentje kunnen koppen, Niels Buis. En na rust zie je dat AFC achteruit gaat lopen. Dat ze ruimtes weg gaan geven, dat ze geen druk meer zetten op de bal. Nou, dan moet je toeslaan, dan moet je dat voelen als ploeg. En aan de ene kant deden we dat ook wel, want we hebben veel corners gekregen. Maar aan de andere kant ontbrak de finesse. Er ontbrak gewoon net even wat duelkracht voorin. Finesse in die eindfase. Positionering voor de goal. Waardoor je die aansluiting niet kon maken. Maar ondanks dat er nog 20 minuten het bord stond, had ik nog wel het gevoel van, joh, als we die 2-1 maken, dan kan het nog steeds. Zolang AFC achteruit blijft lopen, roepen ze het onheil over zich af. Toen die gekke 3-1 viel, leek het ook wel of jullie de hoop kregen die ervoor zorgde dat je wel initiatief toonde. Dat je wel het lef toonde wat je eigenlijk moet tonen 90 minuten lang in zo'n wedstrijd, denk ik dan. Nou, dat was iets extremer dan bij die 2-0, moet ik zeggen. Want toen had je het gevoel, hé, we kunnen gewoon een goal maken. Maar dat hadden we bij die 2-0 ook. We hadden gewoon die aansluiting moeten maken en had er echt nog een gelijkspel in kunnen zitten. Aan de andere 3-1 geloofde er weer eventjes in. Kregen we weer een aantal corners. Overigens een makkelijk weggegeven goal, vind ik hoor, de 3-0. Ik moet voorzichtig zijn wat ik zeg natuurlijk. Maar, ik vind dat een makkelijk gegeven strafschop. En dan moet je ook een beetje aan dinsdag gaan denken. En dan moet je ook die spelers die wat langer hersteltijd nodig hebben, moet je eraf gaan halen. En dan voel je eigenlijk die wedstrijd door je vingers glippen. 4-1 ook weer heel makkelijk. He, als wij ze zo makkelijk zouden maken, dan hadden we er meer gemaakt dan 2. Maar die 4 weggeven was ook weer een makkelijke goal. Die korte hoek. Nou, een 4-2 is statistieken. Dus, Van Ewijk, een van die spelers die je misschien rust geeft, ook met het oog op dinsdag. Hoe dicht is hij bij 100% fit? Nou, ik hoop dat dat einde van het seizoen is. Want op het moment dat je gewoon anderhalve maand eruit bent, dan duurt het echt wel een paar weken om 100% fit te worden. En zeker een type voetbal als Mart. Maar Mart in 80% fit is voor dit Lisse al ontiegelijk belangrijk. Dus ik hoop dat hij goed uit de strijd komt morgen van dit uur. En dat we hem gewoon dinsdag weer kunnen gebruiken. En ook volgende week zaterdag en die week daarna en die week daarna. Want nogmaals, dinsdag is een heel belangrijk potje. Maar die 5 daarna zijn net zo belangrijk. Je moet er gewoon 3 van de 6 winnen. Dan heb je 40 punten en dan denk ik dat je er bent. En tegen wie dat dan gaat gebeuren, dat zal me worst wezen. Komen er andere jongens terug? Is er licht aan het einde van de tunnel? Nou, weet ik niet. Weet ik niet. Boksel voorlopig niet. Van de Putten. Wel een bandje, geen bandje. Ja. Vochtbandje, cruciaal. Als het mee zit, kan die dinsdag bij wijze van spreken aanhaken. Als het tegen zit, duurt het nog 2-3 weken. Datzelfde is met Kevin van der Zwet. Fokkema en Montenie zien we sowieso niet meer dit seizoen. Dus het is, je ziet wat erin komt. Ja, dat is jeugdig en dat is jong en onervaren. Maar nogmaals, het zijn de roeien of de riemen waarmee we roeien. En we moeten er gewoon voor zorgen dat we iets harder gaan roeien met elkaar. En dat we strijden voor elke meter.
En dat het een keer mee zit. En dat een tegenstander dit soort cruciale foutjes maakt. En dan zie ik zeker licht aan het einde van de tunnel. Dankjewel.